Het was op voorhand al een beladen wedstrijd. De Gelderse derby van afgelopen zondag in de Gelderdoom. NEC-supporters waren uit veiligheidsoverwegingen niet welkom en voor Vitesse stond er veel op het spel. NEC begon de wedstrijd niet heel sterk, maar wist uiteindelijk met 3-0 te winnen van de Arnhemmers. Het is daarmee ook voor het eerst sinds 2012 dat NEC wint in de Gelderdoom. Op onze redactie staat NEC-verslaggever Maurice de Mant. Maurice, heb je deze winst vooraf zien aankomen? Nou goed, als je naar de stand kijkt op de ranglijst, dan zou je denken, dan moet je als NEC daar makkelijk kunnen winnen. Maar het is altijd een lastige wedstrijd voor NEC uit in Arnhem. Je zei het net al, de laatste overwinning daar stamde uit 2012. Maar ja, toch was NEC wel verplicht eigenlijk een beetje om daar nu te winnen. En dat hebben ze gedaan. Wat betekent dit verlies nu voor Vitesse? Nou ja, Vitesse komt hier nog verder in de problemen en kan eigenlijk bijna niet meer de degradatie ontlopen. Zeker omdat concurrent gisteren Volendam ook nog eens een keer won, staan ze dus nu op die laatste plaats. Ja, en ze krijgen nog wel wat moeilijke tegenstanders. Dus het ziet er niet goed uit voor Vitesse. Bij terugkomst in de Goffert stonden veel supporters op de spelers te wachten. Jij was daar ook bij. Hoe was de sfeer daar? Ja, het was een waar volksfeest gewoon wat daar spontaan ontstond. Iedereen kwam vanuit de stad. Er waren dus geen uitsupporters mee, dus iedereen moest ergens anders gaan kijken. Iedereen ging richting de Goffert, verzamelde zich daar en wachtte daar de bus op. En de spelers die kwamen dus naar buiten om het onthaal mee te maken. En toen barstte het feest helemaal los. En kijk eventjes, zelfs trainer Rogier Meijer liet zich even gaan. Dat ziet er zeker gezellig uit. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met nooit meer naar Arnhem? Ja, dat nooit meer naar Arnhem, dat slaat natuurlijk op dat Vitesse zeer waarschijnlijk zal degraderen. En er dus geen Gelderse derby meer zal zijn. En dit dus de laatste is geweest voorlopig. Ja, en misschien wel voor altijd. Want het kan natuurlijk ook zijn dat Vitesse nog failliet verklaard wordt. En dan houdt het helemaal op. En trainer Rogier Meijer was sowieso blij. Want hij meldde ook nog eens een keer dat hij een goed gesprek heeft gehad met NEC. En zeer waarschijnlijk ook volgend jaar weer trainer zal zijn van de Nijmeegse club. Over 2 weken is de grote bekerfinale. In de tussentijd moet NEC alleen nog thuis tegen Zwolle spelen. Hoe gaan de komende 2 weken er verder uitzien voor de club? Nou, inderdaad, de focus zal deze week eerst liggen op PEC Zwolle. En vooral bij NEC gekeken worden naar de geblesseerde spelers. Er zijn er nog wel een aantal. Die willen ze natuurlijk klaarstomen voor die bekerfinale. Dus daar zal deze week naartoe gewerkt worden om mogelijk 1 en 2 spelers wat extra speelminuten te geven tegen PEC Zwolle. En zo langzamerhand richting die bekerfinale op 21 april te werken. Maurice is vanavond om 9 uur uiteraard weer op de radio en tv te horen met de NEC Update Live.